We hebben dit ook met elkaar gedaan. Hè? Niet alleen het college, maar ook de hele samenleving. En zo voelt dat ook. Met de wethouders en burgemeester Lichtenberg blikken we terug op een aantal bijzondere maanden ten tijde van de coronacrisis. Wat is de impact geweest op de gemeente Altena? En heeft de intelligente lockdown wellicht ook positieve kanten? Ja, het zijn natuurlijk hele bijzondere maanden geweest. En voor mij begon dat op zaterdagavond 29 februari. Weet ik nog heel goed dat ik een telefoontje kreeg dat ook Altena een patiënt had die besmet was met het coronavirus. En we weten inmiddels dat ze Lea Kant heette, misschien wel de eerste patiënt in Nederland is geweest. Die is zwaar ziek geleven in het ziekenhuis. Inmiddels is ze gelukkig aan de beter in de hand. Maar sinds die tijd heeft Altena natuurlijk ook te maken gehad met het coronavirus. En we weten natuurlijk niet alles. We weten dat er 11 mensen zijn geregistreerd die overleden zijn aan het coronavirus. Er zijn er 32 ziekenhuisopnames geweest van mensen en 128 geregistreerde besmettingen. En ik zeg dat ook iedere keer, maar dat is dan wat we weten. Maar eigenlijk weten we dat die getallen natuurlijk hoger zijn. Het heeft een enorme impact gehad op onze samenleving. We hebben natuurlijk een stuk lockdown gehad, blijf thuis, zoveel mogelijk thuis werken. Het was heel rustig op straat, mensen waren ook een beetje bang. Heel veel evenementen zijn niet doorgegaan, op dit moment al 40. En mijn verwachting is dat er 60 evenementen uiteindelijk niet doorgaan dit jaar. Het heeft voor veel bedrijven consequenties gehad, voor de zorginstellingen. Toch waren er ook hele mooie initiatieven, hè? Zoals bij de Hartenbrigade, die alles maar als soep hebben rondgebracht. En mensen die op andere manieren elkaar toch konden treffen. Dus ik ben ook heel benieuwd wat voor een positiefs we uit deze tijd kunnen halen. Wat we toch mee gaan nemen naar de toekomst toe. Vorige week heeft het college een besluit genomen over de tweede fase van de corona-aanpak. Ook om helderheid te bieden aan een aantal buurthuizen, aan een aantal sportverenigingen om de huur kwijt te schelden en om anderszins financieel te ondersteunen. Dat is ook nog maar een tussenstand, zeggen we er iedere keer bij, maar daarmee is er wel voor een deel helderheid verschaft. Subsidies die verleend zijn voor evenementen, die mogen de instellingen houden en we hopen dat ze daarmee, wanneer het weer kan, met volle kracht weer een evenement gaan organiseren. Dus daar zijn we blij mee om dat te doen. Het gemeentebestuur heeft zich betrokken getoond op alle fronten bij de inwoners van Altena. Dat zit in de natuur van het college. Ik heb sinds ik dit mag doen, hè, sinds 9 december vorig jaar, ik voel me een gezegend mens. Dat geldt ook voor de collega's in het college waarmee ik mag samenwerken. Dat zijn hele betrokken bestuurders, wethouders die op hun portefeuille, maar ook daarbuiten, heel erg met de samenleving begaan zijn. En we hebben dit ook met elkaar gedaan. Hè. Niet alleen het college, maar ook de hele samenleving. En zo voelt dat ook. En daar ben ik eigenlijk dankbaar voor. Alle inwoners hebben zich steeds aan de geldende maatregelen gehouden. We hebben wel toezicht gehouden, maar ik ben heel dankbaar. De mensen in Altena, en dat 98%, misschien 99% van de mensen houdt zich gewoon aan de regels, wil zich ook aan de regels houden. Ik ben ook heel blij met de acties van de jongerenraad die dat heeft ondersteund, ook met jongeren. Ook de jongeren in Altena hebben zich goed gedragen. Tuurlijk, hier en daar zijn er incidenten en is er wat toezicht geweest. En enkele boete is ook nog wel uitgeschreven, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dus daar ben ik heel blij mee. Over de jongeren gesproken trouwens. Die jongeren, daar wil het college ook extra mee in gesprek. Want een hoop van die jongeren, diploma-uitreikingen, eindejaarsfeestjes, een zomer met festivals, evenementen, dat zijn toch lifestyle-events die voor jongeren niet doorgaan. En ook voor hun is het de vraag, hoe ga ik straks weer in september naar school of hoe ga ik straks mijn leven na corona inrichten? En we zijn als college wel benieuwd hoe dat bij jongeren leeft. Ook de wethouders kijken ieder vanuit de eigen portefeuille terug op de afgelopen periode. Coronatijd was natuurlijk voor iedereen bijzonder. Ook bijzonder vervelend, moet ik zeggen. Zeker als je geconfronteerd wordt met corona in je eigen kring. Er zijn natuurlijk ook mensen overleden. Er zijn nog steeds mensen ziek. Het gaat gelukkig wel weer de goede kant op. En ik zeg ook heel vaak, je moet de crisis ook als een kans zien. En dat gebeurt ook volop. Want we staan nu binnen in Goezaat in Werkendam. En ik was hier een paar weken geleden voor een bloemengroet. En toen stonden we nog buiten, want toen mochten we nog niet naar binnen. Dus dat is al een enorm verschil. Handen natuurlijk desinfecteren. En als je ziek bent, mag je natuurlijk niet binnen. Maar het is wel ontzettend fijn dat de mensen gewoon weer bezocht kunnen worden door familie. Dat de vrijwilligers weer aan de slag kunnen hier. Het is allemaal wel wat aangepast. Maar er gaat wel een golf van verlichting door de verzorgingshuizen, ook in Altena. Ja, het was natuurlijk een hele bijzondere tijd. Het overkomt je letterlijk van de ene op andere dag. Als ik dan terugkijk op de afgelopen periode, dan ben ik toch trots.
Ik ben trots op de organisatie die in staat is geweest om heel snel te schakelen. De dienstverlening toch op het goede niveau te houden. En als het nodig is ook een stapje extra te zetten. Dus in die zin staat hier een tevreden mens. Wij staan hier bij het Pompveld aan de Midgraaf in het hart van de gemeente Altena. En dit is echt een prachtige, unieke locatie veel mensen nog niet kennen. En nu is tijdens corona heel veel mensen aan huis waren gekluisterd en aan hun eigen omgeving. Hebben we ook gezien dat veel mensen Altena opnieuw hebben ontdekt. En een van de plekken waarvan ik heb gehoord dat veel mensen daar naartoe zijn geweest is naar het Pompveld. Maar hetzelfde geldt voor de Biesbos. En andere mooie plekken in Altena. En dat is wellicht de positieve kant van corona. Dat we onze eigen omgeving wellicht wel meer hebben gewaardeerd. Ja, dus vanuit economie in Altena dan gebeurt er wel wat op het moment dat er allerlei maatregelen worden afgekondigd. Het begint natuurlijk met dat bijvoorbeeld dit museum ook moest sluiten vanwege de 1,5 meter maatregelen en alle quarantaine maatregelen. Maar ook andere bedrijfstakken. We hebben het gezien in de agrofood, de bloemensector. Waar al heel snel de problemen ontstonden omdat de export van de bloemenhandel stilviel. Alle ZZP'ers die wij toch ook wel heel veel hebben hier, de zelfstandigen in Altena, die al heel snel bij ons aanklopten voor de regelingen die het Rijk had afgekondigd. Bijvoorbeeld de Tozo-regeling. Ja, en dat heeft wel enorme impact. Mijn verhaal focust zich vaak op sport en onderwijs de afgelopen periode. Maar het gekke is, ik heb inderdaad volksgezondheid in mijn portefeuille. En het draait om de gezondheid van de mensen. Alleen daar hadden wij als gemeente een hele kleine taak in. Want alles verliep via de veiligheidsregio en met name ook de GGD. Maar het moest natuurlijk toch allemaal wel gebeuren en daar hadden wij ook wel contacten mee. Daarnaast heb ik ook personeel en organisatie in mijn portefeuille. Maar ja, dat was ook heel snel. Alle mensen zoveel mogelijk thuiswerken. En dat proberen we zoveel mogelijk nog vol te houden. Langzaam maar zeker zie je natuurlijk toch wel dat mensen een beetje behoefte hebben aan sociaal contact. En dat hoort er ook bij. Dus de meeste aandacht die ging natuurlijk toch uit de afgelopen periode naar onderwijs en sport. In de afgelopen maanden zijn er ook mooie initiatieven, bijzondere momenten en ideeën ontstaan. Ja, je ziet dan toch ook heel veel energie terugkomen en ja. Mensen zijn zo dienstverleningsgericht en willen de dienstverlening gewoon echt minimaal op het oude niveau houden. En dat is absoluut gelukt. Ja, de coronaperiode is een bizarre periode geweest, ook voor de gemeente Altena. We hebben gezien dat heel veel mensen gedwongen aan huis gekluisterd ook wel nuttige dingen hebben gedaan. Niet alleen thuis werken, maar ook thuis opruimen en ook veel in de tuin zijn geweest. En dat effect hebben we ook gezien op de milieustations, waar enorme drukte ontstond, maar tegelijkertijd ook lange wachtrijen, omdat ook daar de 1,5 meter in acht moest worden genomen. We hebben gepoogd om dat ook te faciliteren vanuit de gemeente, dus de milieustations zijn ook wat langer open gebleven. Om zo goed mogelijk ook te kunnen inspelen op de nieuwe ontwikkelingen van onze inwoners. Op het gebied van zorg, en niet alleen voor ouderen, maar eigenlijk heel breed, zie je eigenlijk in bijna ieder dorp in Altena en in de stad, de vestingstad die we hebben, een soort corona-hulpgroepen die actief zijn geworden tijdens de afgelopen periode. Ik woon zelf in de vesting, daar heb ik het van dichtbij gezien, maar ik zie het in allerlei dorpen, bijvoorbeeld van het kleinste dorpje Uppel tot een wat grotere kern als Almkerk, waarin netwerken zijn ontstaan en mensen zeggen van als je hulp nodig hebt, bel ons app ons dan. En het mooie is ook dat nu de ergste crisis voorbij is, dat die hulpgroepen gewoon blijven voortbestaan. Want mensen die elkaar voorheen niet kenden, die zitten nu met elkaar, die kennen elkaar nu. Nou, in Woudrichem is wel iets speciaals gebeurd als het gaat om de horeca. Vanuit alle maatregelen moest natuurlijk ook de horeca sluiten. En gelukkig kwam op 1 juni het bericht ook dat de horeca geleidelijk aan weer open mocht. En ook de terrassen weer gebruikt mochten worden. Nou, hier in de vesting een toch wel rijk aan terrassen ook. Was er ook wel de vraag van, goh, onze terrassen zijn eigenlijk niet groot genoeg voor de mensen die we normaal kunnen hebben. Kunnen wij niet op een manier ons terras vergroten zonder dat we ook de openbare ruimte extra gaan gebruiken? Nou, hier onder het Visserijmuseum zit het Arsenaal. En is door een aantal horecaondernemers hier uit de vesting, wordt dit nu gebruikt als zijnde een binnenterras. En op deze manier kunnen zij toch meer mensen bij hun horecagelegenheid toelaten. En kunnen zij toch gewoon andere omzetten draaien dan dat ze anders zouden kunnen. En nou, op deze manier zoeken we toch ook wel echt, hebben we gezocht met elkaar naar creatieve oplossingen.
hoe we ondernemers kunnen helpen, ondanks de maatregelen die er zijn, van hoe kunnen we dan toch zorgen dat, dat een ondernemer kan blijven ondernemen en ook op de goede manier zijn omzetten kan blijven draaien en ook op de goede manier de crisis door kan komen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid heeft de crisis ook wat opgeleverd. Nou, ook daar zie je dat mensen beseffen, ook het vliegverkeer is bijvoorbeeld stilgelegd, dat de natuur zich ook wel weer herstelt. Op het moment dat de mensen even wat minder aan het vervuilen zijn en het consumeren zijn. Dat is ook een effect van corona. En ik zei net al de waardering voor de eigen omgeving. Dus ik hoop dat ook een aantal zaken wel beklijft. In de zin van dat we ook met enig respect omgaan met die prachtige natuur die we ook in Altena hebben. De culturele en educatieve sector werden hard geraakt en zijn ook zeer creatief gebleken. Toen we in de lockdown gingen, en in Nederland was dat dan de intelligente lockdown, waarbij we nog wel een beetje konden bewegen, dan zie je hoe belangrijk cultuur is. Want waar zouden we zijn zonder muziek, zonder films en zonder boeken? Dus cultuur is echt van levensbelang. Wat ik zie bij Cultuur Educatie, dat is een programma wat we doen samen met onze bibliotheek en Cultuur.nl Altena. Dus Cultuur Educatie wordt op school aangeboden. Scholen gingen natuurlijk dicht. En dus de mensen die normaal gesproken dan op scholen komen om dat programma te verzorgen, ja, die zaten thuis. En die hebben dat heel snel opgepakt door hun programma's digitaal te maken, zodat kinderen ook thuis de lessen konden volgen. De financiële impact op de gemeente Altena door de coronacrisis blijft op zich beperkt, mede door een financiële bijdrage van het Rijk. En tot nu toe zijn de financiële gevolgen voor de gemeente Altena beperkt gebleven. We hebben ze in kaart gebracht. Op dit moment rond een 4,5 ton is onze inschatting. Dan moet je denken aan vermindering van huurinkomsten, allerlei leges die we niet krijgen omdat activiteiten niet doorgaan. Dat soort verminderde toeristenbelasting, om maar een paar dingen te noemen. We hebben op dit moment uit de eerste tranche toezegging van 5 ton gekregen van het Rijk. Dus de kosten zoals die we nu in beeld hebben gebracht, die kunnen we gewoon daaruit dekken. Grote druk kwam te liggen op het onderwijs en de kinderopvang. Ook kwamen gezinnen in beeld die extra ondersteuning nodig hadden. Het bleek dat onderwijs- en kinderopvangorganisaties zich in die fase, in de fase van het grote probleem, zich uitstekend wisten te vinden. En daarnaast kregen we natuurlijk ook de vragen vanuit het onderwijs, kunnen jullie ons ondersteunen daar waar het nodig was? En dat mag natuurlijk niet onopgemerkt blijven. De prestaties die het onderwijs zelf tot stand heeft gebracht, met name dus het op afstand leren, zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs, daar zijn natuurlijk geweldige stappen mee gemaakt. Kinderen die kregen toch over het algemeen, wat wij gezien hebben als gemeente, kregen ze toch doorlopend onderwijs via de apparaten die thuis stonden. En wij konden dus als gemeente proberen te ondersteunen, bijvoorbeeld door daar waar het in gezinnen wat moeilijker was om bijstand te verlenen, maar ook om te kijken, is in elk gezin er wel een goed klimaat om dat onderwijs op afstand vorm te kunnen geven. Ondanks de crisistijd en het feit dat we terug zijn in het nieuwe normaal, kijken de collegeleden rooskleurig naar de toekomst. Ik zie de toekomst altijd rooskleurig. Ik denk dat we veel geleerd hebben van deze periode. Ik zie heel veel mooie initiatieven die we nu ook verder brengen. We staan hier dus in Goezaten waar een idee is voor de tuin. Dat is ontstaan tijdens de coronatijd. En dan denk ik dat biedt ook kansen voor Goezaten, maar ook de mensen eromheen. Dus voor Werkendam. Nou, hoe mooi is dat? Nou, toch wel spannend. We kijken natuurlijk met z'n allen naar een mogelijke tweede golf. En wat gaat dat nou betekenen? Wordt de anderhalve meter samenleving de nieuwe norm? Wij gaan daar als organisatie voorlopig wel van uit. We hebben ook de organisatie op die manier ingericht. Ook de dienstverlening. Toch meer digitaal aanbod. Spullen ook thuis afleveren. Bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs als daar behoefte in is. Het gemeentekantoor hebben we op een andere manier ook ingericht. Ook de dienstverlening. Ja, en dat betekent dat we proberen zoveel mogelijk digitaal te doen. Maar als het nodig is, zijn de mensen hier natuurlijk uiteraard welkom. En leveren wij gewoon de dienstverlening die de inwoner nodig heeft. We hopen natuurlijk allemaal dat het niet gebeurt. Dat er geen tweede golf komt. Dat iedereen zich ook iedereen zich aan de maatregelen houdt die we nu nog hebben. In ieder geval het binnen de perken kunnen houden. Ja, als er een tweede golf komt, dan staan wij net zo klaar als bij de eerste golf. En staan wij opgelijnd om ook dan de ondernemers weer te helpen en te ondersteunen. Maar als iedereen zich aan de regels houdt, dan hoop ik dat wij dit najaar gewoon op een gezonde manier doorkomen en geen tweede golf gaan krijgen. Burgemeester Lichtenberg is trots op zijn gemeente en wenst u allen een prettige zomervakantie. Beste mensen,
We gaan een bijzondere zomer tegemoet. Een zomer waarin we denk ik meer dan ooit met elkaar thuis in Nederland zullen doorbrengen en met vrienden en familie elkaar gaan ontmoeten. En dat is mooi en dat is goed. En tegelijkertijd hoop ik ook dat iedereen zich in die zomer aan de gedragsregels blijft houden. Lea Kant heeft daar ook toe opgeroepen. En we hebben onlangs deze week nog weer kunnen zien dat ook het virus uit Altena niet weg is, omdat een bedrijf helaas getroffen is. Dus hou u aan de gedragsregels, 1,5 meter afstand, was uw handen stuk. Maar ondanks dat, allemaal een hele fijne, plezierige zomer toegewenst.